Hallo, Viros, wil je jezelf even voorstellen? Hallo, ik ben Fios. Ja? Hoe oud Ben ben je? 48. 48 jaar. En ja, we kennen elkaar al een tijd lang, hè? Ja. En waar kennen wij elkaar van? Van Randstad, hè? Van onderneming. Randstad, ondernemersgeld. Randstad, ja. En daar, ik werkte toen in de zorg, geloof ik. En jij werkte toen Techniek. in de techniek, ja. Ja. Oké. Even kijken. Ik moet een beetje wennen hoor. Zo gaat het goed. Oh jee. Nee, ja, nou is het kop. Nou gaat hij helemaal op zijn kop. Dan gaat hij duidelijk, kopje duikelen. Dan. Oh ja, het is maar goed dat ik het even uitprobeer. Oké. Zo heb ik je beter in de smiezen. Wacht even, ja, dan gaat die binnen. Ja, je moet een beetje leren sturen met dit ding. Ja. Het is nog niet zo ideaal als ik had gedacht, maar ja. Hoe kan ik nou fixeren dat jij het. Ja, nu heb ik je wel goed staan. Nou, ik moet straks maar wat monteren erin, maar je staat er nu heel goed op. En dan kan je nu zo goed. Nee, in ieder geval, we hebben elkaar ooit bij Randstad leren kennen. En er was één gekke man die we beide kenden. En die gekke man die woonde vlakbij jou. Ja. En die wilde ik eigenlijk ook nog interviewen. Oké. Maar jij ziet hem, je hebt hem een tijdje niet meer gezien, hè? Een tijdje niet meer gesproken. Ja. En hoe heette die meneer ook weer? Jozef van den Berg. Jozef van den Berg. Want jij hebt Jozef van den Berg nog eten gegeven ooit in het begin. Kan je In het dan? begin hebben we wel eens wat Hè? voedsel gebracht. Je hebt hem voedsel gebracht. Waarom was dat nodig eigenlijk? Toen had hij een werk niet, dat weet je Waarom zo. heb je hem voedsel gegeven? Werk niet, misschien. Weet je niet meer? Nee, misschien als zieligheid of zo. Uit zieligheid. Want waarom was je zielig dan? Hij zat daar in een kist, hè? In een boekenkist. Hè? Hij zat in een boekenkist bij de fietsenstalling. Hij zat in een boekenkist bij de boekenstalling. De fietsenstalling. In een fietsenstalling, Ja. ja. Oké, en daar heeft hij hoe lang gewoond? Een paar jaar, denk ik. 2, 3 jaar of zo. 2 jaar of 3 jaar? 2 jaar mocht toch? Ja, kan wel. Oké. Ja, en dan, dan gaan we straks even. Ga ik dan even deze camera aan jou geven en dan ga je even mij filmen. Is dat Ja, goed? dan moet ik wel eten. Moet jij ook maar proberen om het goed te houden en dan. Ja. Oké, dan ga ik zitten even hier. Nou, keer ik hem nou om. Zo. Ja, je moet hem eerst eventjes. Ik zie jou nou. Zie je? Ja. Oké. En hoe zet ik hem aan? Of het ook Hij staat niet? al aan. Oh, kijk, Je nog eet eruit constant gewoon. op. Ja. Ik heb hem niet uitgezet. Ja. Mooie verrassing straks. En nee, maar goed. Nou, jij gaat het interview overnemen. Oké. Nou, wij zijn hier op bezoek bij in Rijswijk bij wie? Stel je maar voor. Ja, mijn naam is Hans de Groot. Ik ben 65 jaar. En ik woon hier in Rijswijk. Daar woon ik eigenlijk al vanaf 2004. En ja, ik wil graag naar mijn vrouw toe in de Filipijnen. Of dat ze hier naartoe komt, dat weet ik nog niet. Wat Wie maar mogelijk is. is jouw vrouw? Mijn vrouw is Hanna. Hanna, je ziet haar daar op een foto. Ik weet niet of je dat zag. Even kijken. Nee, Dat. helemaal rechts. Ja, oké. Oh, Zo. oh jee, oh jee. Gaat het goed. Je kan hem sturen met die grote dikke knop. Moet je hem helemaal. Terug. Dat gebeurde nog. Ja, je hebt Zo. Ja. Oké. De hele
knop te kiezen, die kan je. Oh, zo. Ja, ja. Ja. Heb je het erdoor? Ja. Ik kan niet helemaal het wel rond te draaien. Dan moet je weer naar boven. Oké. Okay. Het is een wonderlijk apparaat, hè? Je moet er echt. Ja. Een beetje handig uit, ik draai. Maar hoe kom ik nou weer terug? Hoe kom ik nou weer terug? En dan moet je draaien met je knop. Met die grotere, dikke knop. Die, in zijn totaliteit, naar boven, naar links en rechts. Of, oh. Ja, zo. Nou, je heeft het toch ook gelukt, de cameraman zijn. Ja, wat is het? Dat is een beetje wel, hè? Oké, nu heb je me bijna weer. Je maakt er echt een stielbrug van. Ik wil hem zelf natuurlijk. Oké. Heb je mij er weer op? Ja. Oké. En hoe kan je nou focussen? Nee, dat is. Want je hebt nog niet op mij gericht, hè? Nee, ik zit op de gordijnen. Ja, nee, je moet op mij richten. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat lukt niet. Even kijken. Zal ik je proberen te helpen? Ja, ja, deze knop heb je zo voor je. En dan kan je hem zo. Oh, wacht. Kan je hem zo. Oh, wacht. Nou is hij helemaal ontregeld. Oh, nou is hij helemaal uit. Oké. Nou, nog twee maanden. Ja? Ja. Heb je mij ervoor? Ja. Die dikke knop, die kan je dus totaal zo. Ja. Zie je dat? Zo, ja. Ja. Ik kan je ook naar links en naar rechts doen. Zo kan je me sturen. Ja, klopt. Maar kan ik ook uitzoomen. Nee, dat moet je met de hand doen, volgens mij. Ga naar snaakteren, want nu zit je natuurlijk vrij dicht op. Oké. Okay. Ja? Oké, goed. Nou, ik ga even hier zitten. Oké. Okay. Ja. Heb je hem erop? Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben dus Hans. En ik ken Hanna. Hanna die woont in de Filipijnen. Die heb ik ook leren kennen door een smiley. Wist je dat? Nee. Nee, dat wist je niet. Ik heb Hanna leren kennen door een smiley. Door mijn collega die oorspronkelijk uit Hongkong kwam, heb ik ooit ben ik lid geworden van Friendster. Zij was een collega en die was helemaal verrukt voor mijn schilderijen. Want ik had dan een grote expositie in Diemen, in de drukkerij. En zij bood mij aan om echt een mooie website te gaan maken. En dat heeft ze gemaakt, helemaal een flash. Tegenwoordig ken je dat helemaal niet meer, flash. Maar destijds was flash heel erg belangrijk, of heel leuk. En dat heeft ze gemaakt en toen vroeg ze mij of ik lid wilde worden van Friendster. Nou, dat wilde ik ook al natuurlijk. En ze had net een website voor me gemaakt en ik ben lid geworden. En daar moest je een stukje tekst op schrijven met een fotootje van jezelf erbij. Dat heb ik gedaan. En een beetje een zagrijnig foto, want ik was gescheiden natuurlijk. En ik was ook wat niet veel. Ik miste mijn kinderen en zo. Dus dat. En toen gebeurde het. Een psycholoog, een eerste lijns psycholoog, die had al voorheen gezegd tegen mij: Hansen. Er is geen begin meer aan met jou. Je moet gewoon eigenlijk het beste wat je kan doen is zo ver mogelijk weggaan.
ver uit het Nederlands. En ja, want ik kon dat gewoon niet van me afkrijgen. Ik moest weg. En dat vond ik ook prima. En toen kreeg je dus plotseling kreeg je een reactie aan de, vanuit de andere kant van de wereld. Van iemand die mijn foto had gezien. En die het, ja, die zag er enige foto vond waarschijnlijk. En daarom heeft ze mij een smiley gegeven. Gestuurd. En dat was eigenlijk de eerste aanleiding om met haar in contact te treden. En ja, dat was een hele bijzondere ontmoeting eigenlijk. Want we hadden het over, ja, over de Filipijnen en over Nederland en over geloof. Dus ik kwam in aanraking met een heel speciaal geloof zonder predikanten. En dat was wel heel uniek, want dat kom je bijna nergens tegen. Een kerk zonder predikanten. Ken jij dat, een virus? Een kerk zonder predikanten? Het komt niet zoveel voor, maar... Heb je het wel zo eerder gezien? Ja. Waar? Op televisie. Op televisie, oké. Okay. Nee, nee, ik ken het dus zelf helemaal niet. En het is altijd hele mooie muziek. Allemaal hymnals. En daar viel ik ook op, dat ze gewoon samen zongen. Want dat is voor mij heel belangrijk, dat mensen samen zingen, samen bewegen, samen geloven, samen dingen doen. In eengezindheid. En niet dat er één boven de andere staat. Want daar zat mijn broek vanaf eigenlijk. Dat vind ik helemaal niks. Dat één iemand gaat bepalen van wat je moet doen. Want dan ja, krijg je een soort machtsverhouding vaak. En dat wil ik niet. Dat wil ik altijd voorkomen. Juist het mooie vind ik van elk geloof, wanneer het echt vanuit nederigheid zich af kan spelen. En die nederigheid is nummer 1, vind ik. Dat zie je eigenlijk ook in Jezus Christus terug. Die heeft eigenlijk ja, zo ontzettend een groot voorbeeld gegeven van wat dat eigenlijk inhoudt, de werkelijke liefde. En die nederigheid, die toch eigenlijk heel dicht bij elkaar staan. Nou, tot zover. Maatje, of? Hè? Maatje? Ja?